Domin Verschuren 36. De populaire radiodj van Q Music heeft recentelijk openhartig gesproken over zijn persoonlijke strijd met het superego en de emotionele last die hij met zich meedroeg. In een diepgaand gesprek met het tijdschrift Metza onthulde Verschuren dat hij besloot professionele hulp te zoeken bij een psycholoog om zijn innerlijke worstelingen aan te pakken. Op de sofa bij de psycholoog heeft de 36-jarige Verschuren zijn gevoelens laten stromen waarbij hij zichzelf, zoals hij het omschrijft, Heel klassiek in tranen heeft laten uitbarsten. De sessies hebben hem waardevolle inzichten opgeleverd, waardoor hij zich lichter voelt. Hij erkent het bevrijdende effect van het uiten van emoties en benadrukt het belang van genieten van momenten die losstaan van werk. Verschuren realiseerde zich dat hij langdurig voor de bühne had geleefd, gericht op externe validatie in plaats van zelfvervulling. Het najagen van statussymbolen, zoals een dure auto en het verschijnen op bushokjesposters. Werd geleid door een superego dat hem onzeker maakte. Hij beschrijft het als een constante interne dialoog waarbij een aapje op zijn schouder hem beïnvloedde. Hoewel negen van de tien dingen goed gingen, voelde een mislukking veel groter voor hem. Het proces van zelfreflectie bracht hem tot het besef dat hij de oogkleppen van zijn ambitie moest afzetten en meer aandacht moest besteden aan andere aspecten van het leven. Hij benadrukt de noodzaak om te breken met de druk van externe verwachtingen en meer in harmonie te leven met zichzelf. In het interview deelt Verschuren ook openhartig over de gezondheidssituatie van zijn vader, die 13 jaar geleden werd getroffen door een herseninfarct, met blijvende schade tot gevolg. Hij erkent de emotionele impact van het verlies van zijn oude vader en benadrukt de verdrietige realiteit dat zijn moeder haar levenspartner is kwijtgeraakt. Dit openhartige gesprek met Domien Verschuren werd een licht op de menselijke kant van een bekende persoonlijkheid, waarbij hij de uitdagingen van zelfontdekking en emotionele balans deelt. Het illustreert het belang van mentale gezondheid en het doorbreken van sociale verwachtingen om authentiek te kunnen leven.